Goedemorgen, welkom in deze nieuwe vlog. Het is zondag 18 augustus. Ik had net mijn plankjes ontvet. Deze bijt. Is niet dekkend. Dus, ik ga trooieren. Kijken wat het wordt. Ik heb een nieuwe kwast, die had ik zelfs nog in de kast liggen. Ik moet alleen nog even een roerstokje hebben. Nou, die zit goed vast. Nou, kom op zeg. Ik kan nog zo'n blik wel open krijgen. Mag ik hopen? Oh. Ja, daar komt ie. Ja. Joep. Niet kiederen. Even kijken. Hier heb ik een stokje. Spinnenwebjes er maar even af. Jakkes, jakkes. Ja, dit wordt wel een mooi kleurtje. Ziet er mooi uit. Het is natuurlijk nog wel een beetje nat nu. Ja. Ik ben hier wel blij mee. Nou, ik kan deze kant drogen. En dan denk ik dat ik vanmiddag de andere kant ook nog wel kan doen. Dat het dan droog genoeg is. Na 4 uur is het stof droog. Dus dan kan ik hem wel omdraaien. En dan moet ik even zien of 1 laag genoeg is of dat er nog een laag bij op moet. En anders kan die morgen misschien allemaal in elkaar en dan kan ik hem gebruiken. Mooi. Ik ben toch een rondje gaan fietsen. Moest toch wachten tot de bijt droog was. En het is best wel lekker weer. Het is tenminste niet zo bloedheet. Aan deze weg staat ook altijd een minibiep. Dus ik dacht, ik fiets daar mooi langs. Nou ja, het kastje staat er nog, maar... Er zaten geen boeken meer in. Dus helaas. Bij ons in het dorp ben ik ook al langs de minibiep geweest. Was niks voor mij, maar ik heb wel een paar boeken neergezet. Nou, slokje water. En dan fiets ik nog een stukje. Het is weer een stukje verder. Ik heb nog een minibiep gevonden. Daar hadden ze wel een leuk boekje. Die heb ik meegenomen. Ziet er heel nieuw uit ook. Ja. Nou, daar heb ik de rest van mijn boeken maar achtergelaten. Is mijn fiets weer leeg. Oeh, ik heb het nou toch een beetje warm gekregen. Ja. Nou ja. Ik denk dat ik nog een 20 minuutjes moet, dan ben ik weer thuis. Goedemorgen. Het is maandag 19 augustus. Ik begin maar eens met de erwten eruit halen. Ze doen zo raar. Het lijkt net of ze helemaal wit uitslaan. Een beetje die meeldauw die je ook wel eens op kalebassen en zo ziet. Ja, de erwten groeien niet meer. Dus ik ga ze er maar uithalen voordat ze andere planten gaan aansteken. Ik heb net ook al even de aardbeien gedaan. Doe je blaadjes eruit en goed water gegeven. Vooral die balkonbakken, dat droogt zo snel uit. Doordat het gaat onderin zit, kan ik ze niet zo goed water geven. Nou, ik hoop dat het u gelukt is. En zo net. Oh, toen zag ik nog wat zieligs. Ja, echt. Dat was een muis. Die zat een hommel op te vreten. Ik ga even een klein stukje laten zien. Als je er niet tegen kunt, doe maar even je ogen dicht. Je kan weer veilig kijken hoor. Daar zijn de aardbeien. Zie wel, ze hangen helemaal slap. Dus ik hang ze nu boven een bak. Gooi er flink wat water in. Hij past net niet in de bak. Dat is een beetje jammer, want dan ging het nog beter. Maar dan kan ik het water opvangen wat hij er weer uitgooit. Dan kan ik dat weer gebruiken. Dan kan ik het nog een keer doen. De rest heb ik allemaal al klaar.
Er zijn niet veel uitbreidjes meer aan nu, maar ik zag, deze begint alweer met nieuwe. Met een beetje geluk, gaan ze nog een keer weer nieuwe maken. En de etjes. Ja, het is echt niks meer. Ze worden ook niet dik en ze worden vies en lelijk. Dus als ze er maar gauw uit, dan gaan ze in de container. Dat lijkt me een goed idee. En die mooie paarse hier achteraan, ja, die doet dat ook. Dus die gaat ook maar weg. Ga ik de zaadjes ook niet van bewaren. Zo. Nou hoop ik dat het een beetje makkelijker af wil. Ik kon mijn strekje er zo uitpakken, dat was al handig. Dan hoef ik er niet zo tussen te friemelen. Zonde hoor. Ja. Het moet niet gezond om dit nog te eten. Hop. Nou, dat was het al. Ach, dat viel mee. Nou, ruim de container ook niet te ver meer op. Oh, er zit nog een. Dan kan ik morgen zo bij de weg. Dat is wel kaal geworden zo. Maar nu krijgt de prei ook weer de kans om te groeien. Ik heb er al even een gieter water in gedaan. Ik ga het straks nog een keer doen, want het was ook best wel droog. Even een stutel, een tuinhuisje hebben. En dan ga ik toch maar even mijn spullen bij de weg zetten. Oh, dat had ik gisteren toch ook moeten doen. Er waren zoveel fietsers aan de weg gisteren. Maar ja, niet gedaan. Maar dat ga ik nu wel even doen. Het was vandaag ook wel weer lekker weer. Het is nog steeds vakantie, dus best wel kans dat er veel fietsers langskomen. Zo. Ja, ik ga even spul bij de weg zetten. Een beetje afstoffen. Langs de weg wordt het wel vies hoor. Al die auto's die langs rijden en al de troep opwaait en zo. Nou ja. Nou. Zo. Zo, nou, de kist zelf nog. Dan zal ik die bak ook even doen. Dat is ook allemaal stof en rommel in. Zo. Nou, boeken er weer in en dan kan ik weer bellen. Oh, daar zit nog een stofje. Zo. Het is droog. Gistermiddag de andere kant ook nog gedaan. Ja, mooi. Nou, dan kan je in elkaar achterwandje erin. Leuk. Oeh, spannend hoor. Even kijken. Ik wil even uitzoeken wat nou wat was. Dit was de onderkant. Daar staat onder. Het zal de onderkant zijn. Even kijken. Ja, dit de voorkant, zo. Dan is dit de zijkant. Nee, dit is het plankje wat ertussen komt, zie je? Dit is deze kant. Hier zitten die gaatjes voor het plankje. Dus dat is deze kant. Dit is de bovenkant. Ja, dat is de bovenkant. En er zit de andere zijkant, als het goed is. Ja. Oeh, er loopt ook ons pinnetje op. Ga weg, joh. Zo. Oké. Dus die komt hier, die komt daar. Nou, mooi. Hij zit weer in elkaar. Dat ging heel makkelijk. Ja. Was gewoon even de gaatjes boven elkaar, schroefje erin, klaar. Mooi zo. Nu, de achterwand nog. Raymond en ik hebben gisteren nog eens even flink aan het puzzelen geweest wat ik nou als achterwand moest doen. Ik heb nog wel een stukje achterwand, maar dat is te klein.
Dat lijkt ook niet. Hij zei, dan doe je het zonder achterban. Ik zei, nee, dat vind ik niet wat. Dat doen we niet. Dus wij hebben aan het zoeken geweest. En toen vonden we nog een paar planken van dit laminaat. Ik had heel veel laminaat. Dat heb ik vorig jaar, geloof ik, allemaal weggedaan. Heeft iemand opgehaald. Die wou ermee knutselen. Nou, mooi. Maar deze plankjes had ik nog. Dus ga ik deze gebruiken als achterwand. Lijkt ook wel mooi, denk ik zo. Ja, toch? Vind ik wel. Nou, dan ga ik ze op maat maken. En dan kijken of het wil. Vast. Zo. Nou. Hoop dat het mooi recht is, dat ze allemaal even lang kunnen. Het goed gedaan, hè wel. Ik moet mijn werkbankje nou even buiten om te zagen. Oeps. Ja, past precies. Zaag is ook wel handig. Zo. Stekker in het stopcontact is ook wel handig, denk ik. Zo. Nou, daar gaan we dan. Sorry. Even zien. Bovenaan moet het mooi gelijk, denk ik. Nou, zo. Helemaal mooi. Ik denk nog 3 of zo. Nee, ik ga het uitpuzzelen. Het waren perfect 3 planken van het laminaat. Dat was mooi. Maar, nou zie ik hier bovenop. Dan zie je zo'n licht randje. Dus daar doe ik nog even een beetje van die bijts op. Dan is dat ook weer een beetje dezelfde kleur. Dan valt het niet zo op, denk ik. Even zien. Nou ga ik even de goede kleren aantrekken. En dan ga ik toch kijken of ik een paar laarzen kan vinden. Want ik heb al weken, zo niet maanden, last van mijn hak. Mijn linkerhak. Oh, en dat doet af en toe zeer. En ik snapte er maar niks van hoe dat nou kon. Maar dan had ik natuurlijk vorige week weinig gedaan in de tuin, omdat het zo heet was. Toen ging mijn hak ook weer beter. En nu ben ik weer lekker buiten bezig. En dat klutsen. En toen begon het weer. Het komt vast door die laarzen. Ja, misschien zit er iets in die hak van die laars niet goed. Dus, ik ga zorgen dat ik nieuwe laarzen krijg. En dan hoop ik dat het probleem opgelost is. Dat zou wel erg fijn zijn. Ik was er weer. Ik heb laarzen. Hé, dat heeft wel lang geduurd. Of te duur, of mijn maat niet. Maar, dit is mijn maat. Mooi profiel onder. En ik heb het idee dat het wat vlakker is dan mijn oude laars. Dus misschien helpt het wel. En blijven maken nu goed. Oh, mijn linker hakje op, echt. Heel vervelend is dat. Nou, dan ga ik zomaar eens even kijken of mijn bijts droog genoeg is. Ik denk het haast wel, want het is wel een beetje, nou ja, spul wat gauw in zal trekken, verwacht ik. Daar moet hij op komen te staan. Dan stond die oude ook. Die staat nu even hier. Ja, die is een beetje vol, hè. Ja, die boeken van Raymond nog. Nou, ik ga kijken of het past. Dus niet te veel uitsteekt. Beetje uitsteken zal die wel doen, denk ik. Ja, nou ja. Ik ga hem ophalen als die droog is. Hij is nog enigszins te tillen, dat scheelt. Dat vast is waar, dus ook worden. Oh, dat ging daar niet goed. Oh. Oh, nou ja.
Ik hoop dat dat een beetje... Ja, hij steekt wel een klein beetje uit. Ja. Ik weet nog niet of ik het leuk vind. Nee. Niet echt, hè? Ja. Maar waar zou die dan moeten? Oh, meer ruimte is er ook niet. Ja, nou heb ik daar dat ladekastje heb ik al leger gemaakt bovenop. Beter, hè? Ja. Ja, ik heb hem ook eigenlijk gemaakt voor ons huis in Zweden natuurlijk, hè? Ja, ik vind dat wel wat hebben, dat laminaat erachter trouwens. Ja. Nou, doe de boeken erin. Het zijn trouwens de twee boeken die Raymond laatst gekocht heeft. Ja. Er is ook al uitgekookt, dus helemaal goed. Blijf staan. Ik moet de kist even meenemen, denk ik. Dat is wel zwaar. Zo, even kijken. Mijn boek uit Zweden. Ja, ja. Dat is niet handig. Oh, niet omvallen. Ja, nou hebben we ruimte voor boeken. We hebben ook nog twee mappen. Drie mappen geloof ik zelf. Een keer door. Raymond heeft toen hij in Delfzijl woonde. Toen heeft hij een tijdje drie keer in de week HelloFresh gegeten. Oh, andersom. En er zaten dus allemaal van die recepten bij. Hoe hij dat dan moest maken. Dus die heeft hij allemaal in een map gedaan. Dan kun je gewoon in de winkel de ingrediënten halen. En dan kun je het een slankje maken. Er staat ook het recept van Zweedse balletjes in. Even kijken, ik had hier... Oh ja, ik heb hier nog één. Nog een map met recepten die ik overal uit heb gezocht. Tijdschriften, internet en uitgeprint. Nou ja, dat. Een beetje aangekleed. Twee mappen staan er. Boeken. Het busje uit Frankrijk. En wat fruit. Goedemorgen. Het is dinsdag 20 augustus. Oh, zo mooi die zon net. Maar hij is nu alweer achter de wolken. Helaas. Oh, was echt mooi. Zo'n rode bal. Ja. Ik ben inmiddels weer aan een nieuw project begonnen. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt of dat ik hem wel eens heb laten zien. Volgens mij niet echt. Oh, hij is ook vastgeplakt. Oké. Maar deze, met plankjes. Goh, wacht even hoor. Zo. Met plankjes zo. Die stond in de keuken. Maar ik vind die blauwe kleur... Ja, hij is wel mooi, maar niet voor mij. Dus ik dacht gisteren, ik ga hem verven. Dat is niet zo goed te zien, hè, maar... Grijs. Hetzelfde als die grote kist die in de waskamer staat. Want die staat nu in de waskamer, maar als we verhuisd zijn... Dan moet ik hem waarschijnlijk wel ergens anders hebben staan. Misschien wel in mijn hobbykamer of hobbyruimte met wol erin of zo. Of misschien ook wel weer in de slaapkamer, dat ik de dekens in stop. Maar goed, dat moet ik nog maar even zien. Dus, nu is die buitenkant droog, dan kan ik de binnenkant doen. Ik denk dat die wel heel leuk wordt. En dan zit alleen dit randje hier. Die heeft nu ook een andere kleur. Ik kun je niet zo goed zien, hè, nu. Maar in ieder geval, die was een beetje, nou ja, kremig. Misschien dat ik die ook nog een andere kleur ga doen, dit randje. Maar misschien doe ik hem ook wel gewoon zo helemaal grijs. Pas op joh, guppie. Zo. Even roeren. Oh.
Het is weer geverfd, dus het kan weer drogen. Het is niet mooi in één keer. Komt goed. Het is inmiddels al avond. Ik heb vanmiddag ook nog van alles gedaan. Maar deze vlog is nu al lang genoeg. Dus dat bewaar ik voor de volgende vlog. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in die volgende vlog.